Hoi en wat leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe FitX video. Vandaag ga ik je laten zien hoe je een heerlijk bananenbrood kunt maken. Een gezond bananenbrood op basis van speldmeel en havermout. Echt, dit is mijn meest fijne, beste go-to recept die ik altijd maak als ik bananenbrood bak. En het is gewoon een heel fijn tussendoortje, een ontbijt. Het kan zoveel doeleinden hebben. Het is gewoon hartstikke fijn dat dit recept eigenlijk bestaat uit heel veel basic ingrediënten. Wat heb je nodig? Nou, 2 eieren... 4 rijpe gestippelde bananen, zoals deze. Die zijn echt het beste voor een bananenbrood. Dan honing en wat avocadoolie of andere olie naar keuze. En dat zijn eigenlijk de natte ingrediënten. En de droge ingrediënten zijn natuurlijk bakpoeder, baksoda. Ik heb hier abdij speldmeel. Ik heb fijne havermoutvlokken. Wat kaneel. En een beetje zout. En dat zijn eigenlijk alle ingrediënten. Dus ik zou zeggen, laten we hiervan een heerlijke bananenbrood bakken. Allereerst is het belangrijk dat je je oven vast voorverwarmt op 175 graden. Een tip hierbij is om te weten dat het brood gebakken wordt in het midden van de oven. Wat dus betekent dat je je rek ietsje lager zet, waardoor het product, dus eigenlijk het bakblik, in het midden van de oven komt te staan. Het bakpapier verfrommel ik altijd eerst, zodat het beter in de vorm past. En de onderkantjes vouw ik altijd onder het blik, zodat het straks niet omhoog komt bij het ingieten. En dit kan eventjes opzij gezet worden. Dan gaan we door met de bananen. En we hebben er dus 4 voor nodig. En eigenlijk is het een heel makkelijk recept, want we voegen eigenlijk gewoon de natte en de droge ingrediënten bij elkaar. Dat is ook de reden waarom ik het net apart benoemde. Dit, zodat het echt een heel gewoon goed geheel wordt. En deze bananen zijn echt de meest perfecte bananen om te gebruiken voor een bananenbrood. Want ze zijn niet overrijp, maar wel gewoon net goed zoet. Sommige mensen gebruiken ook echt hele donkere bananen die gewoon echt zwart zijn geworden. Dat kan natuurlijk als je dat hebt liggen of als dat je voorkeur heeft. Maar persoonlijk vind ik deze bananen vind ik echt perfect. Dan pak ik gewoon een vork en dan ga ik prakken. En vaak dan breng ik ze zeg maar zo naar de zijkant, zodat ik tegen de wand aan zeg maar kan prakken. Want als je zo gaat prakken is het natuurlijk lastiger. En als je het echt een heel fijn beslag wil hebben zonder dat je echt bananenstukjes of iets erdoorheen hebt, zorg er dan voor dat je dit eventjes nog in een blender doet. Dat kan natuurlijk ook, hè. Blender, heel klein beetje water erbij. En dan wordt je bananenmassa echt een hele egale, een soort mini smoothie-achtige consistentie. En dit bananenbrood vind ik persoonlijk heel fijn, omdat het ook heel grotendeels is gebaseerd op havermout. Wat natuurlijk echt gewoon een hele fijne bron van energie is. Veel vezels, wat eiwitten. En natuurlijk gewoon dat je er lang op door kan. Dan doen we er 2 eieren bij. Dan gaat hij op de weegschaal. En dan wegen we even af de avocadoolie. Want de avocadoolie is 30 ml. En ik kies voor avocadoolie omdat deze hoge temperaturen aan kan. Tot 270 graden kan het. En daarbij is het natuurlijk een hele goede bron van vetten. En dan de honing. Honing doe ik vaak niet zo heel veel van bij. Het is gewoon een extra smaakmaker. Dus daarom maar 20 gram. Je zou eventueel meer kunnen doen als je echt een zoete kou bent. Maar vaak vind ik dat de bananen zelf al genoeg zoetigheid afgeven. Waardoor dit extra toevoegen niet echt nodig is. Maar ik vind 20 gram net een extra zoetje geven. En een knijpfles is natuurlijk heel handig. Want dan kun je heel precies afmeten wat je nodig hebt. Dan is het nu tijd om te gaan mixen. Overmix het niet. Als het gemixt is, is het gemixt en klaar is klaar. En hierdoor zullen de bananenstukjes ook nog iets fijner worden. Dus daarom zei ik al in het begin dat het niet heel veel uitmaakt hoe fijn je ze prakt. Dit is goed. Dan zet ik mijn weegschaal weer op 0. En dan gaan we nu de droge ingrediënten toevoegen. En ik begin even met het speldmeel. Daar hebben we 200 gram van nodig. Zo, 200 gram. Dan 90 gram van de fijne havermoutvlokken. 90. Dan de kruiden. Een beetje kaneel. Zoveel je wil. Een snufje zout. En als laatste voeg ik pas de bakpoeder en de baksoda toe. Omdat ik weet niet of je dit ooit een keer in water hebt gegooid. Maar dan zie je dat het gelijk een bruisend effect heeft. Je moet het zeg maar zodra je het hierin hebt gegooid, moet je het zo snel mogelijk de oven in doen. Want dan heeft het product nog het meeste effect. En 1 theelepel is 1 zakje. En we hebben 1 theelepel nodig. Dus dit kan hier gewoon zo in. Kijk, en nu komt het dus nog niet in aanraking met de natte ingrediënten. Dus niks aan de hand. Ook 1 theelepel. En het zijn dus wel verschillende producten. Daarom gebruik ik van alle 2 iets.
Zo, 2 lepel. En daarom is het ook handig om van tevoren je bakvorm vast klaar te maken met bakpapier. Zodat je na dit proces meteen door kunt en dat het meteen de oven in kan. Dit is goed. En dan gebruik ik voor deze laatste stap nog even een gummispatel. Om alles nog even tot een mooi geheel te maken. Want er blijft natuurlijk altijd genoeg aan de randjes en zo zitten. En je kan aan het beslag al zien dat het mooi stevig is. Niet te waterig. Waardoor je dus ook echt een mooie consistentie gaat krijgen in je brood. Dit een beetje mooi uitspreiden. Toch vind ik dat wel zonde als ik die spatel gewoon zo weg te gooien. Dus dan denk ik, ja, nog even dit afschrapen. En dan kan dit de oven in voor zo'n 50 minuten. Zo. En dit is dan na 50 minuten het heerlijke bananenbrood. Wat dan lekker uit je oven komt. Och, het ruikt ook zo lekker. Het is echt de best. Dus ik laat hem nu nog gewoon eventjes afkoelen. Dat ik hem niet meteen eruit haal, maar dat hij zijn vorm en zo goed behoudt. Ik ga nu nog eventjes een prikkertje erin doen om te kijken of hij echt helemaal goed gegaard is. En zoals je ziet komt hij er schoon uit. Dus hij is helemaal gaar. Zo, en dan is het nu tijd om de bananenbrood in kleine stukjes te gaan snijden. Zodat het natuurlijk voor de komende week makkelijk is om te pakken. En dit bananenbrood snijdt echt hele mooie plakjes. En je kan natuurlijk ook nog variëren met mix-ins. Dus je kan walnoten doorheen doen, rozijnen, andere nootjes, wat je maar lekker vindt. Chocolate chips kan. En dit is ongeveer de structuur die je eruit krijgt. En echt, iedere keer lukt die gewoon helemaal goed. En het is gewoon zo'n super fijn bananenbrood. En ik ga ook denk ik een paar stukjes invriezen. Maar dat komt later als het gewoon echt helemaal goed is afgekoeld. Volgens mij kan dat tot 3 maanden. Kijk eens, als je ziet, zijn het gewoon echt hele mooie plakjes. En dit is echt de structuur waar ik echt van hou. En voorheen had ik dus een verkeerd bakblik. Een bakblik die best wel oud was. Waardoor hieronder werd het nooit goed gegaard. En dan had ik altijd zo'n donkere streep. Waarin je zag dat het gewoon heel compact was geworden. Dus als je dat ook ervaart, weet dan dat je bakblik dan misschien aan vervanging toe is. En mocht je bezig zijn met calorieën tellen of wat dan ook, weet dan dat je dit hele recept kunt invoeren in bijvoorbeeld MyFitnessPal. En dan het kunt delen door het aantal plakjes wat je er uiteindelijk uithaalt. Dan heb je bij benadering ongeveer de voedingswaarde per plak. Dus als dat je ding is en als je daarmee bezig bent, kun je het op die manier kijken hoeveel eiwit en dergelijke erin zitten. Ongeveer 8 plakken. Je zou ze dunner kunnen snijden. Je zou er 10 plakken van kunnen maken. Maar net wat je zelf wil. Dus kijk vooral wat daarin voor jou passend is. En dit doe ik dan in de koelkast. En dan in een afgesloten bak. Ik heb hier gewoon een glazen bak zoals je ziet. En dit blijft afgesloten. Echt wel een hele week goed. En dan nu ik ze in heb gepakt in folie, doe ik ze in dit zipzakje. En het beste zeg maar een beetje afzonderlijk. Dus ook nog in folie zeg maar verpakken. Want anders gaan ze natuurlijk aan elkaar kleven. En dat wil je niet. Ik druk altijd een beetje zodat er wat meer lucht uit gaat. En that's it. En dat was het dan. Een heerlijk en makkelijk recept voor dit bananenbrood. Ik hoop dat je het gaat proberen, want het is echt onwijs lekker. En zoals ik al zei, je kunt er allerlei kanten mee op. En je kunt het dus ook lang bewaren in de koelkast, tot een week. En weet ook dat het recept ook op mijn blog staat, fitaddict.nl. Ik zal de link even in de beschrijving zetten en daar staat ook het recept natuurlijk helemaal uitgeschreven. Dus lekker makkelijk voor als je aan de bak gaat. En ik hoop je weer te zien in een nieuwe Fit Addict video. Bedankt voor het kijken. Doei doei!